Dames en heren, allemaal van harte welkom bij keyboard nummer 40 in onze reeks van 50 gratis keyboardlessen die we op internet hebben gezet en op YouTube. Goed, Adria van Adriatische Zee maakt een heel speciaal ritme die heel erg Italiaans aanvoelt. Een aantal dingen nieuw, een aantal dingen herhaling. Ten eerste mol aan het begin van de balk. Dat betekent elke B wordt een bes. Dat hebben we al in de speelboeken hebben we dat al vaker gehad. En ook in de tussendoorboeken hebben we dat ook al een aantal keren geoefend. Elke B wordt bes, de toonladder van F wordt gebruikt. En de toonladder van F is natuurlijk F, G, A, bes, C. Akkoorden, nieuwe akkoorden. G mineur. G mineur lijkt op G-akkoord, alleen de B wordt een bes. Speelt u maar even G-akkoord. En de B wordt een bes. Het andere akkoord is veel lastiger. Bes mineur akkoord. Bes mineur akkoord. Dit is bes akkoord. Die kent u. F, bes, D. F, bes, D. En bes mineur moet u de hand een beetje omhoog schuiven. En u speelt dan bes mineur. Hier staan ze allebei. Op de tweede bladzijde van de akkoordenlijst. F, bes, D. U maakt een bes akkoord. F, bes, D. U zult misschien zeggen, dat speelde je net toch niet? Ja, dat is eigenlijk wel waar. Op het moment dat je wat vaardiger wordt in de keyboardserie, dat zal ik ook in de vervolgcursus die na 50 oefenen. Als je bijvoorbeeld daarvoor een F-akkoord hebt, ja, dan denk je, ach, die F die heb ik al vast. Dan neem ik dit als bes mineur. Dat noemen ze een omkering. Dus dan betekent dat die F is verschoven. Dus u moet eigenlijk zelf, het verschilt per noot, per akkoord, per nummer. Dit is bes akkoord en dit is bes mineur. Of dit is F akkoord en dit is bes mineur. Goed, dit ga ik wel langzaam oefenen, want dit is best wel een lastig nummer. Maar ik doe wel vaker in de tientallen een lastig nummer om u echt een beetje uit te dagen. En dat heb ik ook in dit geval gedaan. Maar wat is het een mooi nummer, prachtig. Dit was inderdaad de ritme 110. We gaan hem iets langzamer doen. U kan spelen rechterhand, linkerhand of uw akkoorden. Goed apart oefenen tot u samen kan spelen. We beginnen met de hoge F. 1, 2, 3, 4, 1. Daar komt een bes aan. En die zit hier. Ziet u hem? Twee bessen. Denk aan die bes, komt hij weer. Daar is die. Zullen vertellen. 3, 4, 5, 6. Een des. Die zit daar. Bes, F, des, C. Oeh, dat is even lastig. Twee C's. A, G, F, F. 1, 2, 3, 4, 1. Denk aan de bes. Tweede maat, eigenlijk de eerste maat. Drie, vier, vijf, zes, bes mineur. Zes.
Dank u wel. Dank u wel dat u er weer 40 lessen bij bent. Maar er zijn er nog 10 te gaan. Dus ik zie u graag weer terug bij keyboard nummer 41. Tot ziens.